4 individuen, elk met hun eigen karakter. Het toneelgezelschap Asago heeft een andere expressie gevonden voor haar acteerpresentaties. Het toneeldoek is verruild voor het filmdoek en vandaag gaat in TBL Cinemas de actie, drama, thriller Ten One in première. Een film over de verruwing van criminaliteit in de hedendaagse Suriname, geschreven door de bekende toneelschrijfster Jolanda Wassenaar en geregisseerd door Humphrey van Hetten. Alle spelers van Asago, plus figuranten, tot een aantal van 100 acteurs, leveren een filmprint op van ruim 1,5 uur. De acteur Cliff Hardy, die al ruim 6 jaar verbonden is aan Asago, is een van de acteurs in de film. Hij speelt de rol van crimineel en meent dat de film het bewustzijn over het hoe en waarom van criminaliteit in de gemeenschap verhoogt. De producent Sunil, de uitvoerend producent Horacio Indiaan en de cameraman Steve Metzolet willen bijdragen aan de ontwikkeling van de filmindustrie in Suriname. Ten One. You kill me every time. Ten One.